In een verdeelkast naast het Augustinuscollege is vanmiddag brand ontstaan. Hierdoor kwam de school en een deel van de wijk zonder stroom te zitten. Net na het middaguur zagen omstanders rook naast de school vandaan komen. De brandweer was snel ter plaatse en niet veel later kon het zijn brandmeester worden gegeven. Rond 20 over 1 kwam een melding bij de brandweer binnen dat er inderdaad een meterkast in de brand stond. Dit bleek de travestans achter ons te zijn waar de vlammen uitsloegen. Naast het schoolgebouw, waardoor de brandweer gelijk heeft de brand geblust. De leerlingen zijn volgens de brandweer niet in gevaar geweest. Uit voorzorg besloot de school zelf tot ontruiming over te gaan. Wat ik gezien heb is dat er een docent bij me komt en die roept van er komt rook uit het kastje. Toen zijn we gaan kijken en er kwam inderdaad rook uit. En toen zijn we overgegaan tot ontruiming. Het ging steeds erger roken en op een bepaald moment was het boom. En toen had de school geen stroom meer. Jullie zaten net in de klas en wat gebeurde er toen? Nou, de film die stopte, dus de stroom viel uit. Toen moesten we allemaal naar buiten toe. Jullie zaten in de klas een film te kijken en de film die stopte er één keer mee. Ja, toen moesten we allemaal naar buiten, omdat echt al het stroom viel uit, lichten en zo. Dus ja, wij dachten van ja, wiebel even met de muis, want dan gaat hij misschien wel weer aan, maar ja, dat werkte niet. Ik dacht dat het een brandoefening was, maar iedereen had eigenlijk niks door, dus iedereen was snel buiten. Ja. Netbeheerder Enexis is bezig met het vervangen van de verdeelkast en hoopt dat de elektriciteitsvoorziening rond 10 uur vanavond weer hersteld zal zijn.